Op 4 april ging in CC De Kruisboog in Tienen de Imagine Workshopdag door. Die dag volgden de Imagine-finalisten uit Vlaanderen en uit Wallonië verschillende workshops. Voor de deelnemers is het ook de eerste keer dat ze de collega's uit het andere landsgedeelte ontmoeten. Het is vooral ook een omkadering waarbij het eigenlijk een meerwaarde is voor de deelnemers om zo te kunnen deelnemen aan workshops, songwriting, podiumpresence, etc. Vanavond zal er ook een jam-sessie plaatsvinden. Dus dan kunnen alle muzikanten samenkomen, samen muziek maken. Onder begeleiding van beroepsmuzikanten leren deelnemers in de voormiddag een en ander over bandmanagement, performance en songwriting. Namiddags is het tijd voor de praktijk. In de workshops drum, zang, blazers en strijkers, basgitaar en elektrische gitaar krijgen de jongeren belangrijke tips en tricks om nog beter te kunnen spelen. I think the most important thing that I wanted them to leave the place was that there are no rules in writing songs. That there is no really format that you have a blank sheet when you're writing a song. That a song can be born in any way, and they shouldn't be afraid to even make mistakes while writing songs. Because, and I try to give them that confidence of like exploring when they're writing songs. Yeah. Thank you. Ik heb eigenlijk zo'n beetje de belangrijkste dingen die ik. De dingen die mij het meest vooruit hebben geholpen in mijn carrière als drummer, die heb ik eigenlijk aan hun gegeven. Zo'n aantal concepten. Allee, concepten, dat is een groot woord. Een aantal dingen die mij verder geholpen hebben, die heb ik eigenlijk een beetje uitgediept. De deelnemers zijn zeer dankbaar dat ze de kans krijgen om workshops te volgen bij professionele muzikanten. Sommigen kunnen het nog altijd niet geloven dat ze het zo ver geschopt hebben. We zijn al heel tevreden. We hadden nooit durven dromen, omdat tijdens de voorrondes was het niveau extreem hoog. Bij elke band dachten we wel van, deze zouden kunnen winnen. En dan om uiteindelijk zelf nog in de volgende ronde te raken, hadden we nooit durven dromen. We hebben wel heel veel bijgeleerd tot nu toe. On est venu l'année dernière, on a vu un peu comment ça fonctionnait, on s'est dit bah, pourquoi pas et tenter justement un concours. On sait que c'est quand même un gros truc et on aimerait bien s'évaluer et savoir qu'est-ce qu'on vaut par rapport aux autres aussi. Bij Imagine horen ze niets anders dan positieve geluiden bij de deelnemers. Als jonge muzikant kan je namelijk altijd bijleren. We merken wel dat de deelnemende groepen hier effectief wel veel aan hebben. Ze zijn ook altijd na zo'n workshopdag zijn ze altijd heel tevreden over wat ze hebben bijgeleerd. Can you describe Imagine in three words? Young, dynamic, and adventurous. Creativité. Plaisir. Expérience. Ja, wel fijn. Verrijkend, vernieuwend en verrassend.